Nou, ik was hier alle knotwilgen aan het knotten. Rondom Slot Loevestein staan zo'n 100 knotwilgen. En toen kwam ik bij deze knotwilg hier. En toen dacht ik van, nou, wat hangt daaronder? En toen ik dichterbij kwam, zag ik dus dat het een honingraad was. De tuinman van Slot Loevestein keek vreemd op, want dit zie je normaal nooit in de winter. Bijen houden helemaal niet van kou. Als het kouder zou zijn, dan overleef ik het niet. Beneden de 3-4 graden. Ja, en vooral met vorst, dan overleven ze het niet. En je ziet van de mooie, ja, op de kamer kun je het misschien niet zo heel goed zien, maar het zijn echt mooie zeshoekige raten waarin de honing wordt opgeslagen. Ja, in het open en bloot, hè, zitten ze? Ja, zoals ik net al zei, open en bloot. Normaal gesproken zoeken ze een holle boom op of een echte beschutte plek. Ja, dit is echt uniek en sowieso dan ook voor de tijd van het jaar. De bijen zitten dicht op elkaar om elkaar zo warm mogelijk te houden. En het is te hopen dat het helpt, want Loevestein kan niks meer doen dan ze gewoon te laten zitten. Er is vanmorgen een imker geweest en die heeft gekeken om hem weg te halen. Alleen het is lastig, want bijen willen het liefst bij elkaar zitten. En op het moment dat hij hem hier weghaalt, is er een grote kans dat het uit elkaar valt, waardoor de bijen... Ja, dat er een grote kans is dat de bijen alsnog doodgaan. Dus de imker heeft besloten, we laten hem hangen en we hopen op een zachte winter. Bij Slot Loevestein zijn ze best een beetje trots op deze bijzondere vondst. Dit is toch weer iets speciaals. En ja, het gebeurt weer op Slot Loevestein. Het gebeurt wel vaker dat hier iets bijzonders is. Nou, nu is het een honingraad.